Wij zijn de complimentenmeisjes. En wij zijn uitgenodigd bij Provider omdat zij een heel goed half jaar hebben gehad. Wat wij doen is wij schrijven complimentjes voor mensen gebaseerd op een eerste indruk. En dat gaat verder dan, goh, wat heb je leuk t-shirt aan. Maar we nemen echt even de tijd voor iemand om diegene eigenlijk te vangen op papier en diegene te geven wie ze zelf zijn. We zijn wel een organisatie waar we eigenlijk altijd vooruit kijken en eigenlijk heel vaak onvoldoende stilstaan bij de successen, de dingen die we goed doen. En voor mij was het wel een aanleiding om de medewerkers een compliment te geven van, en trots mogen zijn op het bedrijf, maar ook op zichzelf. Zonder de medewerkers hebben we dit niet kunnen bereiken. En het was voor mij een mooie aanleiding om de meisjes in te huren en echt een persoonlijk compliment te maken naar de medewerkers. Wat vind je van het kaartje? Ik vind het wel leuk. Ik had niet verwacht. Zo ver geschreven in zo'n korte tijd. Ja, geweldig, hè? Mijn kaartje klopte volledig. Het was een mooi kaartje. Ja, ja, absoluut. En dat doen we eigenlijk met name om eigenlijk even het positieve te benoemen wat iemand al heeft in eerste instantie. Waar iemand eigenlijk verder niks aan hoeft te doen, want wij kennen iemand niet. Dus het is gewoon het eerste wat ons opvalt. En wij schrijven op de mensen wie ze zijn en daar is dus geen muur of wat dan ook. En dat maakt het wel heel leuk en heel persoonlijk. Een woeste piraat om te zien, maar eigenlijk gewoon een ontzettende liefhebber met een hart van goud. Een inspirator, een motivator, amazing. Nou, mooi, je kunt niet krijgen. Ik durf er bijna niet meer thuis te komen, denk ik. Wat doet het er met je als je zo'n compliment krijgt? Ja, het wordt er helemaal rood van, hè? Ja. Nou, de eerste regel klopte, dus daar ging het al goed. En het is leuk om een complimentje te krijgen. 9 van de 10 waardeert het enorm, ze voelen zich gezien. En daar gaat het eigenlijk om. Ik zie dat de medewerkers de kaarten met elkaar delen en ik vind het mooi om te zien. En iedereen heeft er lol en plezier in en dat is voor mij datgene wat we graag willen bereiken.